vakantie. Het ganse jaar had hij gespaard om een keer in zijn leven een vakantie mee te maken. Zegeltjes die je bij de boodschappen kreeg, of gaat bij verdienen met de herkneppen bij andere mensen, of zelfs de lege flessen voor het statiegeld apart haaien. Alles ging in een bleke trummerke waarvoor hij de hoosbabbeleers in gezeten hadden. En zo kreeg ze toch een leuk bedrag bijeen om een week ertussenuit te gaan. In het buksje van de reisorganisatie stond alles wat de heer geweten had, van het warm eten op de eerste dag, wie zijn de broertjes op de weg druk. Hij hoefde alleen maar zo'n ongegooid en natuurlijk genoeg geld bezig te hebben. Voor de reis zorgde ze wel. Tegen de buurman had hij verteld dat hij een week wegging. En die zorgde ervoor dat de knarie niet uit de veren hoefde te vallen. De etens en drinkjesbekjes bleven onder controle. Het water, het gas en de stroom kregen nog een extra nakijkbeurt. En de sluier van deuren en ramen vielen natuurlijk ook onder de algemene inspectie. Voor het eerst vanaf zijn vrouw voor 9 jaar terug gestorven was, ging hij gans alleen ergens heen, wat zelfs in het boeteland loopt. Al zeker 14 dagen was hij een beetje misselijk van de zenuwen. En dat ging niet over, ook niet nadat hij alleen maar droevige beschuit en slappe tieën naar binnen had gewerkt. Maar ja, het ging toch gebeuren. Geen ontkomen aan, de autobus kwam eraan. Het waren allemaal vrijgezellen, of op een andere wijze alleen stond, die op de aangewezen parkeerplaats stingen te wachten en zich ongerein de hang schudden. Ze gingen een week lang samen met een opzitten, en dan kent ze beter weten wie iedereen het. Zijn misselijkheid was nog lang niet weggetrokken, maar hij hield zich sterk, ook al vonden sommigen dat hij het blijk in het gezicht zoog. Maar dat zal er wel vanaf gaan als we eenmaal op de plaats van bestemming zien en de eerste glazen bier het lief op rust brachten. Dat geloofde hij ook wel. En nadat de bagage ergens onder de autobus geduwd was, zocht hij zich een plekje bij de raamhoed. Neven hem kwamen een tamelijk dikke mensen zitten die ook nog een beetje van zijn stoel nodig had, zodat zijn maag toch iets meer onder druk kwam te staan. Nu kwam het erop aan om met de situatie om te kunnen gaan, want zijn misselijkheid ging niet over. Nee, sterker nog, hij kreeg al het golvende beweging van onder naar boven. Kijk maar uit het raampje. Hoor maar diep om en probeer niks te huren, was het enige wat hij zichzelf wijs kon maken om een ramp te voorkomen. De opwaartse druk begon niet meer te hanteren vormen aan te nemen en alles wordt nog erger. Omdat de dikke mens neven hem een sloop was gevallen en snurkte wie een wild verkje in de warme knoddel. Hij zat ook nog vastgeklemd tussen de dikke mens en de lambrisering van de autobus. En het was al gebeurd voordat maar even schat in de gaten had. Alles over de sloop van de dikke mens. Die godzijdank niks had gemerkt en rustig doorsnurkte. Hij zelf voelde zich een stuk beter. En wie den dikke mens een kwartier later wakker schrok en als hij slop keek, zei het klein mannetje, gij het al gaat beter.